Het is ongeveer een week geleden dat hier in de Rotterdamse haven de Teneré binnenkwam varen. Een containerschip met 15.000 containers. Nou, dat schip kreeg niet zo heel veel aandacht, maar het was wel het eerste containerschip van dat formaat wat hier varend op vloeibaar aardgas binnenkwam varen. Overigens, Teneré, dat is een woestijngebied in het noordwesten van Afrika. Dat ligt in het land Niger en in Niger spreken ze Frans, dus dan is het bruggetje naar het Franse bedrijf CMA-CGM snel gemaakt. Nou, een schip wat de laatste weken veel meer aandacht kreeg, en dat is ook terecht, want het is een gigantisch ding, dat is deze CMA-CGM Jacques Sadé. Jacques Sadé, de oprichter van CMA-CGM. In 1978 startte hij het CMA-deel en in 1996 kocht hij daar CGM bij. En dat deed hij goed, want hij staat al 5 jaar, jarenlang, in de top van de grootste containerrederijen van de wereld. We zullen in de toekomst vast nog andere manieren krijgen om te varen. Waterstof wordt onderzocht, elektrisch varen zou kunnen, alhoewel dan moet er nog wel wat gebeuren aan de techniek. De meeste grote schepen varen op dit moment op de traditionele stookolie en de Fransen zijn dus overgestapt op LNG. Niet te verwarren met propaangas, LPG, Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas. Nou, wat is vloeibaar aardgas? Het is gewoon gas, zoals dat thuis bij jullie ook uit het gaskooktoestel komt, maar dan bewaard bij een temperatuur van min 162 graden Celsius. En dat is handig, want dan wordt het namelijk 600 keer zo klein en dan past het goed in een tank van een schip. Ik heb uitgerekend dat als dat gas op kamertemperatuur zou zijn, dat je dan over een volume praat van meer dan 11,5 miljoen kuub. Nou, zelfs als je het hele ruim van dit schip zou leegmaken, dan nog zou het er niet in passen. Een paar hele mooie plaatjes vandaag op deze zonnige middag op de Maasvlakte van dit containerschip. Er worden er 9 van gebouwd. Begin december verwachten we de CMA-CGM Champs-Élysées. En die andere, die hebben ook allemaal namen uit Frankrijk van bekende objecten of monumenten, met name in de hoofdstad. Hoop dat jullie er weer van genieten van deze mooie beelden die we hebben gemaakt. We hebben meer mooie beelden kunnen maken, maar die zie je weer in andere vlogs. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.